Dan zijn we, een kleine waarschuwing alvorens we beginnen. Wat u nu zo dadelijk achter dit doek gaat zien, hebt je van uw leven nog nooit gezien. Ik leg de lat hoog. Brugge, dat besef ik maar al te goed, maar dat durf ik doen omwille van een, denk ik, zeer goede reden, namelijk, ik ben vrij zeker dat ik u niet ga teleurstellen. Komt er maar in. Als ik erin raak. Heb ik overdreven? Wat een exemplaar. Op deze twee dingen houdt hij zich staande. Dus heel dat lijf, heel die tors, rust op deze twee stronken. Dat, die evenwichtsoefening, dat is al een wonder op zich. Om in beide 100 kilo, jaar of 50, dat is geen nieuw exemplaar, dat had u al wel gezien, denk ik. Dat is al gebruikt. Dat heeft geleefd en net dat maakt het voor ons ongelooflijk interessant. Je kunt dat zien. Je kunt dat zien, want dat leven laat sporen na. Zelf spreken zij van littekens. Kijk. Lichtjes geschaafd. Ik weet niet wat je tot hinder kunt zien, maar dus aan beide kanten lichtjes. Hier is de mevrouw. Hier. Dus aan beide kanten lichtjes geschaafd. En ja, dat is natuurlijk zeer voor de hand liggend. Dat is van te veel te kruipen. Ook enorm typisch voor deze soort. Minuscule wondjes onderaan. Te veel naast de schoenen gelopen. Dat is denk ik zijn belangrijkste orgaan. Ik ga proberen om het zo helder mogelijk te formuleren. Een soort van primitieve GPS. Primitieve GPS, daar loopt hij zijn hele leven lang achteraan, achter dat. Blindelings volgt hij dat. Zeer kwetsbaar. Ziet er robuust en sterk uit voor al dit exemplaar, maar er mag niks gebeuren of hij breekt in duizend stukjes. Heel kort lontje ook. Bij het minste zwaar verongelijkt, heel snel kwaad, koppig, maar aan de andere kant moedig. Integer, trouw. Krijgt er ongelooflijk veel vriendschap van. Zijn fantastisch. Zijn fantastische wezens. Wat ze met hun beperkte mogelijkheden allemaal kunnen, dat is niet te geloven. Thank you.
En ze gaan dood. Allemaal. En dat vinden ze verschrikkelijk, want ze weten dat. Ze beseffen dat. Vanaf dat ze zo groot zijn, weten ze dat het gaat eindigen. Bang. Verschrikkelijk bang. Bang om los te laten. Bang om alles te verliezen. Dat was de eerste keer. We zien hier nu vanavond in Brugge de eerste keer dat mijn broer naakt op die tafel lag. Eerste keer. Ja, maar... Merci, merci. Tot gisteravond lag ik daar. Laat mij het even uitleggen. We hebben deze voorstelling ondertussen al meer dan een jaar geleden gemaakt. En, ik weet nog goed toen we deze eerste scène aan het bedenken waren. Ik had de hele tijd het gevoel van, Raf, dat is iets voor u. Dat moet jij spelen. Dat doek moet opengaan. En jij ligt daar naakt op die tafel. Het gaat echt een fantastisch beeld zijn. Wat het ook was, dames en heren, denk ik, heb het nu gezien. Maar hij zag dat niet zitten. Dus een jaar geleden, hij was te verlegen, denk ik. Dus het afgelopen jaar lag ik daar dus. Dus hetzelfde, maar dan omgekeerd. Ik naakt op die tafel, ik met mijn lijf. Niet dat dat niet ging of zo, dat marcheerde natuurlijk ook wel, maar we kwamen dan wel voor een ander probleem te staan, namelijk, er was niemand die naar de tekst luisterde. Moet ik blijkbaar niet uitleggen. Natuurlijk, vooral de dames in de zaal hadden geen flauw benul waar die scène over ging, en dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Raar. Ik weet nu eigenlijk nog altijd niet goed waarom vanavond hier in Brugge, maar we zitten te eten. Een uur of twee geleden, we zitten boven te eten. En bij de koffie zegt hij plots, Mitch, ik heb nog eens nagedacht over die eerste scène. Ik wil die straks wel eens spelen. Dus ik zeg, ja, dat hoeft me, dat is geen probleem. Ik zou nu even willen vragen, dames en heren. De eerste keer gedaan. Hij komt onmiddellijk op in zijn kostuum. Zou fantastisch zijn, moest ik echt een warm applaus geven. Hij heeft dat nu gedaan. Geeft hem echt een belachelijke ovatie. Dat ik daar morgen nu terug moet liggen. Wat ik nu ga zeggen, dat meen ik dus echt, dames en heren, in Brugge. Dat is nu al meer dan een jaar. Dat ik in heel België, in heel Nederland, bijna avond aan avond naakt op zo'n tafel lig. Nergens van applaus kreeg als in Brugge. Ik wil samen zijn. Ik wil alleen
weergaloos en wonderbaar. Ik aan de haven zijn, ja, ja, toevlucht in nood, ik de wijn, jij het brood, jij de bries en ik de boot. Breekbaar, wankel en verward, blind, teer. Als je mateloos bemint, met elke vezel in je lijf, mateloos bemint. Dames en heren, we zitten in een restaurant. Restaurant in Gent. Zo begint ons verhaal. Voor de mensen die Gent een beetje kennen, op de Korenmarkt in Gent. Om het nu niet bij naam te noemen, de Progrès. Ja. Biefstuk friet, maar hoog niveau. Ja, we komen er regelmatig, broer. Ja, wij komen er inderdaad regelmatig. En we zitten ook altijd aan hetzelfde tafeltje, namelijk tafeltje aan het venster. Ze kennen ons daar een beetje, dus we krijgen altijd een goed tafeltje aan het venster, met zicht op die mooie Korenmarkt. Laatste keer ook, we zitten daar, dat is gewoonlijk ook met alles op en eraan, oesterkes, champagne. Laatste keer ook, ik trek dat flesje open, ik schenk twee glaasjes in. Ik geef een glas aan mijn broer om te klinken. En op dat moment zien we hem zitten. Ja, we konden er ook echt niet naast kijken, hij zat echt pal in ons gezichtsveld. Ja. Dus wij binnen, achter het venster dus, en hij buiten op de Korenmarkt. Ja. Op een stuk karton zat hij. Een vent is dat te bedelen, een bedelaar. Confronterend. Absoluut. Moeten we denk ik geen tekening bij maken. Dus wij, gezellig binnen, alles op en eraan, lekker warm. Hij een paar meter verder, buiten, op een stuk karton in de kou. Heftig. Kerel van onze leeftijd, dus u kan zich perfect voorstellen. Jonger dan wij. Stuk jonger dan wij. In ieder geval ook een jonge gast. Dus u kan zich perfect voorstellen, klopt niet. Klopt niet. Dat gevoel hebben we allebei onmiddellijk. Situatie klopt gewoon niet. Ik kijk naar mijn broer kijkt naar mij. En op zo'n moment denken wij exact hetzelfde. Is er nog een ander tafeltje vrij? Hoe chiquer het restaurant, hoe zieliger en trister ik lijk. Hoe zieliger en trister ik lijk, hoe groter het schuldgevoel van de mensen die hier langs wandelen, hoe groter die mensen het schuldgevoel, hoe meer ze geven.
Dat systeem, zo werkt het. Daarom is dat voor mij hier de perfecte plek om te zitten bedelen, vlak over de progrij. Een kwartiertje geleden komen die twee mannen van Comifo hier langs. Zonder iets te geven, wat hadden ze gedacht? Zonder mij te zien zelfs. Allee, 100% zeker als ze mij gezien hebben, maar het doen of ze zien mij niet. Voor dat soort gasten ben ik lucht. Ze zitten te eten. Ja, ik zit er zo op te kijken, want ze zitten vlak voor het raam. De kans is groot dat ze het op dit moment over mij hebben. Dat die grootste van de twee, die rechtse, dat die zegt tegen die kleine, confronteer het zo'n bedelaar. Waarop die kleine dan misschien antwoordt, ja, maar dat is hypocriete, man. Op dat stuk karton zit niet één bedelaar, hè. Eigenlijk zitten daar 2 miljard bedelaars. Allemaal goesting in onze champagne en in onze oesters. Ja, dat weet ik wel, zegt die grote grijze, maar die 2 miljard die zie ik niet. Nee, maar dat is nu juist zo hypocriet, zegt die kleine kale. Ze zijn er niet, maar ze zijn er natuurlijk eigenlijk wel. Het perspectief om naar zoiets te kijken... Nee, dat klopt niet. Dat klopt niet. Dat is niet wat hem zegt, dames en heren. Nee. Die van gemiddelde lichaamslengte, dat is niet wat hem zegt. Hij zegt, ze zijn er wel, maar je ziet ze niet. Okay, hij zegt, ze bestaan, maar je ziet ze niet. Okay, ze bestaan. Dat is wat hem zegt, ja. die gespierde atleet. Dat is wat hem zegt. Die kleine, kale, gespierde atleet roept de garçon. Nee, dat is niet waar. Nee, ik roep geen garçon. Sorry, dames en heren, in Brugge, die garçon komt blijkbaar vanzelf. Nee, ik kom natuurlijk niet vanzelf, die garçon. Nee, die garçon denkt van... Oei, die een dikke zit al 3 minuten zonder eten, die zou wel honger hebben. Ten eerste is die een dikke geen een dikke. Ten tweede heeft die dikke ook geen honger, omdat toen hij thuis vertrok, hij voor de zekerheid al 2 suikerwafels had binnengespeeld. Ten derde, dames en heren, zou ik het graag over de essentie hebben. Wat doet mijn wereld waar de ene mens zit te bedelen op een stuk karton? En een paar meter verder, lekker gezellig en warm achter een venster, zitten de 2 andere pippels champagne te zuipen en oesters te slurpen. Hoe gaat het daarmee om? Hoe gaat het daar integer mee om? Daarover wil ik het eigenlijk hebben vanavond, over integriteit. Kan dat of is dat te veel gevraagd voor kabouterplop? Heb je dat niet echt goed gehoord? Was hier nu echt iemand aan het lullen over integriteit met een glas champagne in zijn hand? Broer, ik heb de boodschap begrepen, denk ik. Dames en heren, ik loop naar buiten, dat restaurant uit, de Korenmarkt op. Zo, hè, zoals je mij nu ziet, in mijn hemdsmouwen, loop ik die vrieskou in. Leg dat die vent. Ik pak een stuk van €2. Alsjeblieft, maat. Nee, dank u, zegt hij. Ik zeg, pardon? Nee, liever niet. Een flap van €5. Gratis, hè? Zomaar te krijgen, €5, moet er niks voor doen, niks. Doet er ook niks voor. Zit niet op een valse gitaar te rammelen, is niet met balkens bezig, niks, hè? Hij zit daar maar, hè, €5. Geen stompje, geen klompvoetje. Niks. Geen gedrogeerd kindje bij. €5. Nee, dank u, zegt hij. Ik zeg, vriend. Wie denkt jij eigenlijk dat je bent? Waar haalde jij het recht vandaan om dat te doen tegen mij? Ik kom speciaal naar buiten om de ongelijkheid in de wereld op te heffen. En wat krijg ik van u? Een nee. Zou u me nu exact kunnen uitleggen waarom dat jij mijn geld wilt aanvaarden? En zeg, meneer, maak het niet druk. Ik heb gewoon geen goesting om voor €5 uw zieltje wit te wassen. Zo groot was hij nog. Ja, zo groot was ik nog, dames en heren. Dat klopt. Weet waarom? Wilde weten waarom? Omdat die gast gelijk had. Zo simpel is het. Kerel had gewoon 100% gelijk. Ik zeg... En voor €50? Ook niet, zegt hij. Ik zeg, laatste bot. €5000 en mijn splinternieuwe Mercedes Cabrio. Hij zegt, aluminium velgen? Ik zeg, toevallig wel, ja. Leren zetels? Ik zeg, uiteraard. Zo'n speciaal knopje om de zetelverwarming aan en uit te zetten? Ik zeg, zelfs dat. Nee, toch maar niet, zegt hij.
Ik loop terug naar het restaurant binnen en ik zeg tegen mijn broer, broer, de wereld is om zeep. En ik zeg tegen mijn boem, alsjeblieft zeg. Je gaat nu toch eens een avondje laten verpesten door zo één... Door zo vijfhonderd van die... Vijfduizend van die... Vijfhonderdduizend... En plots zag ik het. Overal zaten ze. Ze hingen in de dakgoot, in de lantaarnpalen. Uit alle hoeken en spleten kwamen ze gekropen. Met honderdduizenden tegelijk. Vriemelende lijven. En ze klitten aan elkaar. Ze versmelten tot één gigantisch monster. Een moloch. Een golem. Een King Kong van sukkelaars. En hij stapt naar ons raam. Bloed doorlopen ogen kwijlen uit zijn bek. De wereld gaat naar de kloten. En wat doen jullie? Niks. Ik zeg, garçon, sorry, maar zo kan ik toch niet eten, zeg. Waar als iemand op je schouder tikt en fluistert in je oor dat dit vandaag de laatste dag is, dat je ademt, dat je leeft. Waar als iemand op je schouder tikt en fluistert in je oor dat dit vandaag de laatste dag is, dat je adem dat je leeft. Waar als iemand op je schouder tikt en fluistert in je oor dat dit vandaag de laatste dag is, dat je adem dat je leeft. Zal ik bang zijn in mijn laatste? Zal ik kronkelen van spijt? Vecht ik moedig maar vruchteloos? Zal ik smeken om uitstel, om medelijden, om alsjeblieft nog iets meer tijd? Zal ik vredig naar de hemel gaan? Zal ik branden in de hel? Als er dat toch flauwekul blijkt te zijn, zeg maar alsjeblieft, of wat dan wel. Moet ik vervagen in vergetelheid? Moet ik rotten in de grond? Keer ik terug, misschien als Martin Luther King, als Elvis of gewoon als een hond? Als een ordinaire druppeldauw in de bleke ochtend stond. Maar als iemand op je schouder tikt en fluistert in je oor dat dit vandaag de laatste dag is, dat je ademt, adem, dat je leeft. Ik kan soms
echt gemeend. Ik kan soms tranen in mijn ogen krijgen van ontroering, omdat ik hem zo schoon vind. Echt, echt waar, omdat ik hem... En als ik dan denk aan alles wat hij al... U zit op een bus. Ja, op een bus. Ja. Op een bus. Op een plek waar u als zwarte vrouw absoluut niet mag zitten. Nee. De bus stopt, dames en heren. De bus stopt, stapt een blanke man op. Die blanke man komt naar u toe, eist uw plek op en u zegt... Nee. Dus u zegt... Nee. Die keer in China. Hij staat daar, op dat gigantische plein in China, moederziel alleen. In Peking, inderdaad. Beijing, gigantisch plein. En hij staat daar, moederziel alleen, voor een tank. Gigantische tanks. Drie tanks. Drie gigantische tanks en hij staat daarvoor, alleen. Met een wit plastic zakje in uw hand om een of andere reden, maar dat maakt niet uit. Ik kwam net van de supermarkt. Ja, hij staat daar alleen voor die drie tanks. Die eerste tank wil om u heen rijden en u doet... Die tank probeert de andere kant. Dan maakt hij mij zo trots. En dan draai ik mijn rug. En dan kaapt hij vliegtuig en boort dat vliegtuig met passagiers en al in een toren 3000 onschuldige slachtoffers. Of hij staat op een of ander strand. Turkije of Libië. Naast een bootje. Bootje, krijg een mikkig ding. Bomvol mensen, dat wel. Veel te vol, levensgevaarlijk eigenlijk. Komt er een man aangelopen, een vader met twee zoontjes. Die man vraagt of zij nog bij dat bootje kunnen. En hij antwoordt zonder boefbaar. Geen probleem. €5000. Cash. Brussel, hij woont in Brussel. Belt een taxi, de taxi komt, laat zijn valiezen in de koffer van die taxi. Rijdt naar de luchthaven in Zaventem. En dan zou ik hem met zijn klikken en zijn klakken in de vuilbak willen smijten. Heel die mens. Heel die mensheid. In de wc-pot. En doorspoelen. Weg. Delete. Erase. Slecht idee. Een paar maanden geleden. Ik zit thuis. Ik zit thuis en krijg telefoon. Wat blijkt? Mijn beste maat belt mij om te vragen of ik naar zijn feestje kom. Hij geeft een feestje en hij is 20 of 25 jaar samen met zijn vrouw en ze geven een feestje op. En ze geven een feestje om dat te vieren. Dus ik zeg: wow, wat een feest. Te gek, ik ben er. Zegt hij: niet vergeten, breng hem mee. Ik zeg: pardon? Wel, zegt hij: breng hem mee, die mens. Ik ga eerlijk zijn, dames en heren, ik heb getwijfeld. Ik heb zwaar getwijfeld, maar ik dacht, ik geef het voordeel van de twijfel. Ik pak hem mee. Fantastisch. Echt geweldig. Van bij het begin af en bij het binnenkomen, beleefd, aangenaam, vriendelijk. Handje geven, zich voorstellen. Babbeltje hier, babbeltje daar, drankjes. Iedereen, hop! Als eerste op die dansvloer, ambiance maken. Eigenlijk een topfeestje dankzij deze. Ik was zo verdreven. Niet waar? Ik was blij dat hij erbij was. Het wordt zo een uur of 1:30, 2. Ik denk, misschien niet te laat naar huis dat hij op tijd in zijn bed zit. Dus ik haal onze jas, ik kom terug en meneer is weg. Weg. Niet even naar het toilet of zo. Nee, gewoon echt weg. Ik ben op zoek, door dat huis, 10 minuten, kwartier, weg. Ik naar boven. De trap op bij die mensen, de privé in. Ik kom daarboven, op een gang. Ik doe daar de eerste, de beste deur open.
In bed van mijn beste vriend met de vrouw van mijn beste vriend. Nee. Mag ik het uitleggen? Ik zou het perfect kunnen uitleggen aan de mensen in Brugge hier, hoe dat bij mij van binnen... Hoe dat allee, leg het dan uit aan de mensen in Brugge. Mensen in Brugge, het heeft allemaal te maken met drie zones. Met de balans tussen die drie zones, daar heeft het allemaal mee te maken. Dus deze zone, dat is logisch, deze zone, ook deze zone, maar vooral deze zone. Nu word ik even heel concreet, ik zie die vrouw. Eigenlijk moet ik zeggen, dit registreert die vrouw. Dit begint onmiddellijk harder te pompen en te kloppen. En dit schiet in actie. Nee, dat kan niet. Dat kan strijd. Ja, strijd. Eerst wordt er moed verzameld. Als er hier genoeg moed verzameld is, wordt er van hieruit een impuls gegeven om simpelweg op haar toe te stappen en aan haar te vragen of dat nu echt waar is dat zij in een waterbed slapen. En zij antwoordt: kom maar eens mee, zou u laten zien. Hier. Kortsluiting. Zodoende. Ja, wel goed uitgelegd, vind ik. Dat vind ik wel. Vind ik wel duidelijk. Dames en heren, wat denk ik ook duidelijk is, daarna natuurlijk spijt. Ja, ik weet het, weet ik. Hij wil nu zeggen, niet onmiddellijk. En dat klopt ook wel, niet onmiddellijk spijt. Eerst daarboven nog rustig douche gepakt, zijn haar goed gelegd, zijn kostuumje aangedaan. Terug, de tandjes gepoetst, terug van alles gedaan, op de trap af, recht naar het midden van de dansvloer. Mijn vriend natuurlijk recht naar hem. Hey, wat was dat? Mat op de neus van mijn maat. En dat was voor mij een druppel. Dat was een druppel. Ik heb hem bij zijn haar gepakt. Ik heb hem naar buiten gesleurd. Ik heb hem in mijn auto gestoken. Ik ben beginnen rijden. Auto snelweg op. Eerst de beste parking eraf. Ik heb hem uit de auto gesleurd. Ik heb hem aan een boom gebonden en ik ben naar huis gereden. Uren liggen draaien en keren in mijn bed. Heb je nog dicht doen. Terug dat bed uit. Mijn auto weer in mijn pyjama. Tegen 160 terug naar die parking. Hij zat er nog. Eén miserabel hoopje. Spijt! Spijt. Spijt. Plots weer hier besef. En hier voelen dat ik verdomme weer alles aan de kloten heb geholpen. Zou je even zo goed willen zijn om allemaal te samen, en liefst echt simultaan als het kan, Brugge, het woord integendeel te brullen? Op mijn teken. Dat is niet erg. Dat gaan we nog eens doen. Er was eens een prins. Een mooie, jonge, aantrekkelijke prins die woonde, wat had u gedacht, in een prachtig kasteel. Hij leefde in weelde en in rijkdom. Alles had hij. Meer nog, hij had van alles veel te veel. Ging kloten doen de hele dag. Echt waar, de hele dag niks. Om kloten te doen, had hij personeel.
al bij al, alles bij elkaar genomen, een doodgewone jongen, die hele prins, en zoals alle doodgewone jongens, had hij maar één echte interesse. En die interesse was louter seksueel. Madame, prinsessen. Prinsessen in alle hoeken van de kamer laten zien, elke hoek van elke kamer, van zijn gigantische kasteel. En geloof me, dat zijn er veel kamers in zo'n kasteel. Hé, hey, is dat niet leeg? Leeg en oppervlakkig. Zo'n leven van vrijden en zuipen, ongegeneerd op de wijven kruipen. De hele dag door beffen en beuken, pijpen en neuken. Daar wordt een mens toch ongelukkig van. Mag het iets meer zijn alsjeblieft? Iets of wat diepgang in het leven, dat is toch essentieel? Integendeel. Zielsgelukkig was de prins. Nu op een dag maakte de prins een wandeling op straat en raakte daarbij als bij toeval met een haveloze bedelaar aan de praat. Gemompel, gefluister, gegrinnik, gegrijns, met als verrassend resultaat diezelfde nacht nog in het diepste geheim wisselden de twee heren van gewaad. En zo werd de bedelaar voor één dag lang prins en de prins die ging bedelen op straat. Van de pot gerukt, de romantisch, voer vol sprookjes. Van het goede zo net iets te veel. Jongen, de bedelaar. In die prinselijke kleren. Wist bij God niet waar zijn hoofd stond. Zweefde van puur geluk zonder overdrijven gemakkelijk een halve meter boven die paleiselijke grond. Het feestje begon al met de kamermeid. Die kuste hij ongegeneerd vol. En dan spurt ze naar de keuken waar hij tot zijn blijdschap de poetsvrouw op haar knieën vond. Verloor zich tot driemaal toe in de oneindige horizon van haar magistrale kont. Soixante neuf! Met een of andere exotische koningin. Nog snel even in de paardenstal bij de meid erin. Wat een geluk, wat een genot, zo dankbaar was hij, zo blij. Er was, dames en heren, maar één ding ongelooflijk jammer. Die 24 uur vlogen veel te vlug voorbij. Prins! Prins! De luide stem van een kleine kale lakei. Verschoning, prins. Luistert u even naar mij. Aan de poort van het kasteel staat een man. Een haveloze man die beweert bij hoog en bij laag de prins te zijn. Echt waar? Sprak de bedelaar. Echt waar. Sla hem in de boeien, die leugenaar. Hoor in de kerken, die bedrieger, die schurftige hond. Zijn kop eraf, dat zal hem leren. Laat hem branden in de hel, rond er in zijn graaf. En nu de moraal van dit vrede verhaal. Boom komt om zijn lol, die moraal. De hemel scheurt open en de smeer geschoft. Wordt geveld door een bliksemstraal. Zo'n moraal. Goed het overwint, punt uit, einde verhaal, zo'n moraal. Een mens krijgt wat hij verdient, dat is een waarheid als een koek. Wie zoet is, krijgt lekkers, wie stout is, roep. Dat is zo, dat is altijd zo, dat is universeel. Wat een zwartgallig pessimistisch mensbeeld is dat. Voor alle duidelijkheid, de mens is toch goed. Goed en integer en eerlijk en zacht en met een inbos van fluweel. Dat kan. Dat is anders, maar dat is even goed. Maakt niet uit. Even goed.
Dat is even de knopje omdraaien, want daar moeten we eerlijk in zijn. Maar we draaien er met plezier om voor u, dames en heren. Dat schip. Moet dat dan niet kwalijk nemen. Dat, even, dat komt omdat wij er al jarenlang van uitgaan dat het publiek van Comifo open-minded is, slim, zelfs een tikje intellectueel. U komt nog naar deze voorstelling om wat diepgang te ervaren, eventueel. Kom dan, dames en heren, zelf nadenken, zelf kritisch zijn. Ooit al eens geprobeerd? Een eigen mening, dat is toch essentieel? U gaat toch niet braaf en zonder mening in het veilige duister van zo'n prachtige schouwburg als Tom Klapvee de hele avond in Deuvendeel zit te prullen? Als antwoord op gelijk wat, zolang het maar rijmt op eel? Wow. Misschien, dames en heren, ze is, dank u wel, ze is een kwartier te laat. En ik had het eigenlijk kunnen weten, want ze is elk jaar exact één kwartier te laat.
Tante Lis komt bij mij thuis eten, zoals elk jaar. En tante Lis... Raffi, ik mag ook voor u spreken, denk ik. Onze lievelingstante. Onze lievelingstante. Zonder concurrentie. We hebben een hele nest tantes, allemaal in Antwerpen. Allemaal op hoge leeftijd ondertussen, maar ja. Geen eens was tante Lis. Stipt, 6:15 gaat de deurbel. Ik ga open doen en daar staan ze. Tante Lis en haar man, George. Raf zei het al, hoge leeftijd, inderdaad. Tante Lis is afgelopen zomer 90 geworden, dus dat begint echt al wel. George, een paar jaar jonger, die is 87 of zo. Maar, dames en heren, nog altijd fantastisch om te zien. Ondanks hun leeftijd... Het schoonste koppel van Antwerpen. Echt waar. Klinkt ongeloofwaardig, dames en heren. Het is zo. Weet ik, maar het is echt waar. Prachtig koppel. Tante Lis, altijd en eeuwig. De pieske, krokodillenleren bottekjes, zo'n hoedje met fruit op. George, strak in het pak, af. Ze komen binnen, ze lopen onmiddellijk door naar de eetkamer. Lopen. Ze schuifelen rustig. Eigenlijk maakt tante Lis op een ingenieuze manier gebruik van de zwaartekracht. Ja, dat klopt wel. Bij tante Lis gaat dat blijkbaar vanzelf. Tante Lis staat op de drempel en dan zegt ze van... tante Lis, kom binnen. En dan... Jippe. Oneerbiedig, dat systeem. George komt altijd een beetje later dan tante Lis, die heeft een stok. Dus George doet eigenlijk net het tegenovergestelde. Tante Lis. Tante Lis zet zich vanzelfsprekend aan de kop van tafel. George, daar vlak naast, dat tante Lis goed aan zijn hand kan. 10 minuten later komt mijn broer erdoor. Ik vergeet het belangrijkste. Onkel Phil is er ook bij. Onkel Phil is de oudste broer van tante Lis. Ja, die is er altijd bij. Altijd. Onkel Phil is er altijd bij, dus ook vanavond. Onkel Phil komt natuurlijk binnen en zet zich tussen tante Lis en George in. Dus echt op dat klein, smal hoekje. Friemelt onkel Phil zich nog tussen. Tante Lis, vertel nu eens aan de mensen in Bruggen hier waarom dat u denkt dat wij erop staan om u elk jaar opnieuw uit te nodigen om te komen eten. Waarom vinden wij dat zo fijn dat je komt eten, tante Lis? Ik denk omdat de jongens zo vaak bij ons thuis zijn komen eten toen ze nog klein waren. Ook? En slapen, logeren. Kan... Ongelooflijk lang verhaal, heel kort maken, dames en heren. De boerderij van tante Lis en George, want die hadden vroeger een grote boerderij in de Noorderkempen. Ik spreek het woord uit en ik denk, dat zegt u niks. Ver van hier. Dat is een heel eind van hier. Boven Antwerpen tegen de Nederlandse grens. Kalmthout, Essen, daar zijn wij opgegroeid. Ja. En daar had tante Lis en George een grote boerderij. De Kleiputten, misschien laat dat een belletje doorinkelen? Nee? De Kleiputten, de... Hier zijn dat niet de kleiputten. Nee, waarschijnlijk. Het zijn gewoon kleiputten. Ja. Ja, bij ons is dat bekend. Dat is veel bekend. Te ver. Zwat. Zeg, wat was ik nu aan het zeggen? De boerderij. Ja, de boerderij. Een grote boerderij, dames en heren, inderdaad. En daar... Ons zomerbuitenverblijf, ik zal het zo zeggen. Dat was ons zomerbuitenverblijf. Daar gingen wij een hele zomer naartoe. Ja. Elke zomer zaten wij 6-7 weken, eigenlijk heel de grote vakantie, op de boerderij van tante Lise en George. Net naast die kleiputten. Vanaf dat we kleuters waren tot dat we volwassen waren. Volwassen waren. Ja. Eigenlijk hebben we dat gedaan, dan naar de boerderij van tante Lis en George. Ja, bij de kleiputten. Ik weet nu niet of dat opvalt, maar die kleiputten hebben op hem een enorme indruk gemaakt. Ja, eigenlijk wel. Ik zie dat beeld nog altijd voor mij. Je kwam dus uit de boerderij en dan misschien 150 meter verder of zo, een gigantisch gat in de weide, bomvol water, pinnekjesdraad er rond en zo'n plakkaat. Ten strengste verboden te zwemmen. Bepaalde nacht liggen we in bed en daar wil ik naartoe. Bepaalde nacht dus, we waren nog klein. Ik weet nu niet exact hoe oud, maar hij was echt nog een klein ventje. Nee. Jaar of 5. Een jaar of 8, 9, zoiets. We liggen in bed in de logeerkamer van de boerderij. De zolder was dat eigenlijk? Ja, dat was een grote boerderij, grote zolder. Op die grote zolder moesten wij slapen, dat was al een uitdaging op zich. We liggen in dat bed en midden in de nacht... Dat was trouwens een gigantisch bed ook. Die zolder was groot, maar dat bed was nog...
Ja, dat echt niet normaal. Dat heb je nooit gezien. Nee, was niet, geen normaal bed. Ik ben zeker dat je dat niet kunt voorstellen. Dat was niet gewoon. Dat was een gigantisch bed. Nooit meer in de rest van mijn leven zo'n bed tegengekomen. Nee, ook niet. Dat was vroeger nog van de bommen geweest. Nee. Je snapt dat wij als klein mannen niet durfden denken wat voor een bommen dat moet geweest zijn. We liggen in dat bed en ik word wakker midden in de nacht omdat hij ligt te huilen. Brugge, we zijn nu toch onder ons. Niet zo'n klein beetje huilen, echt. Hartstochtelijk huilen, jongens. Alle sluizen open zich. Ja, 5 jaar, hè, echt. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ga rechtop zitten in bed en ik vraag hem mis, wat is het? En ik zeg één woord. Mama. Juist het woord dat hem niet had mogen zeggen. Want op dat moment schiet ik ook vol. Wij met twee zeggen dat gigantisch bed van die bommen huilen. Bullen. Wenen, tranen met tuiten. Ontroostbaar alle twee naast elkaar. 6 minuten later zitten we alle twee beneden in de keuken. Bovenop de keukentafel. Juist. Weet ik ook nog. Niet op een stoel, maar bovenop tafel. Naast elkaar. Alle twee met een snotneus boven een tas warme melk. Ja. En dan tante Liz. Miske. Waar zit dat verdriet? Zit het hier? Zit het hier? Het is hier gekropen. Ik denk dat ik weet waar dat zit. Potverdikke. Nog eens 6 minuten later hebben we altijd ons laarzen aan, onze jas, tsk, naar buiten, het pikdonker in. Tante Liz met een zaklamp, ik met een riek, tegen de wolven. Hij met heel speciaals. Ons verdriet, ingepakt, in een stuk gazet, met een strik rond. Over het zandwegje, voorbij het oude dennenboske, onder de Pinnekenstraat. Klein manneke. Toen. Recht naar de kleiputten. Nog eens. Zeven. Oh. Wat nog even. Ik denk dat ze wel snappen wat je wilde. Ja, dat denk ik ook. Maar. Het is jammer dat het niet lukt. Ik heb ze juist in de kleedkamer, want dat ging super. Het is met dat micro gedaan. Denk het. Ik ga het even uitleggen, want dan komt het een beetje raar over. Denk ik. Hoe lang kunnen dat terug? 10 dagen? Ja, 2 weken of zo? Zoiets, ja. Was een straatmuzikant in Gent die vlakbij zijn huis zat te spelen. Goeie muzikant, want we zijn blijven staan. Ja. En die eindigde zijn lieken op die manier. Ik dacht van, wow, de kleipitten moet ik proberen. Maar. Ja. Ja, excuseer daarvoor. Sorry. Vroeger zijn we gewoon... Plons. Onmiddellijk terug aan de boerderij natuurlijk. Gelijk weer ons bed in. Ik zweer het u, dames en heren, nooit zo goed geslapen als die nacht. Dat is tante Liz. Dat applaus is voor haar. Ja. Nog een Sors. Ja. Dus Sors, echtgenoot van tante Liz. Ja, goedenavond, dames en heren in Brugge. Heel fijn om hier te mogen zijn vanavond. Ik ben inderdaad Sors, de man van ons Liesje. Ik vrees eigenlijk dat ik niet zoveel ter zake doe in dit verhaal. Nee, dat klopt eigenlijk. Ja. Nog een film. Dus de oudste broer van tante Liz. Goed, daar is dat schoonbeer van Brugge. Philemon is de naam. Philemon, Franse naam met PH natuurlijk. Maar in Nederland zeggen ze als we dan spelen: goedenavond, Phil. Dames en heren, zeg maar gewoon Phil. Dag Phil. Dag Phil. Dag Phil. Dag Phil.
Totaal andere persoonlijkheid dan Zorst. Ja, heb je zelf ook onmiddellijk in de mond, denk ik. En dan kun je die tegenovergestelde persoonlijkheid eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Weet je wat, dames en heren? Ik ga niet uitleggen wat voor man Onkel Phil was. Ja. Weet je waarom? Omdat ik denk dat je allemaal een Onkel Phil kent. Als je denkt aan je eigen familie, aan je eigen vriendenkring, aan je straat, aan je buurt. Je kent allemaal zo'n Onkel Phil. Ja. Van 's morgens tot 's avonds bezig met grappen en rollen en moppen en fratsen en strijken. En tot in de treuren toe, om eerlijk te zijn. Ja, een Onkel Phil, echt waar, mocht je niet naar wijzen. De oudste broer van tante Lies, dat wist al, de oudste broer. Hij was dus logisch de oudste van de kinderen. Ja. En tante Lies was de jongste van de kinderen. Vrij groot leeftijdsverschil. Knoop dat allemaal in uw oren, want dat wordt nog belangrijk in de rest van de voorstelling, dat leeftijdsverschil. Dames en heren, ik doe één kleine trucje tussendoor. Gewoon één klein grapje voor de ambiance. Gewoon, kort. Onkel Phil, het is niet dat ze in Brugge plat gaan van het lachen. Nee, niet echt, hè? Nee. Kleine verzachtende omstandigheid, humor van 80 jaar geleden. Ja, dat was misschien dat. Kun je niet vergelijken. Nee. De 80 jaar geleden was humor nog niet bedoeld om te lachen. Dat maakt niet uit. Terug dat verhaal. Ik vind het altijd best om dicht bij het verhaal te blijven. Absoluut. Leeftijdsverschil vrij groot tussen tante Liz en Onkel Phil, maar dat wisten we dus al. Nu, we spreken hier over een gezin. Ik ga het toch nog eentje doen, nee, ik vind het. Dames en heren, nog eentje. Zo ene mislukte, daar voel ik mij niet goed bij. Ik doe de klassieker. Je gaat het misschien al wel eens gezien hebben, maar ik weet tenminste dat het werkt. De vinger! Le doigt! Dames en heren, 5 kinderen, dat was ik eigenlijk aan het zeggen. Nu, in 2018 is 5 kinderen een kroostrijk gezin. Gewoon een duivel in. Flying bee. In 2018. Nog eentje, nog een laatste. Brugge, wil ik je per se laten zien. Dan zie je wat een beste modelspel. Bloedsimpel, dat is vaak zo. Kapot gaan. Ik was aan het vertellen dat 5 kinderen nu een kroostrijk gezin is. 80 jaar geleden op een boerenbuiten, tegen de Nederlandse grens daar. Bij boerenmensen was 5 kinderen niks, dames en heren, neemt dat van mij aan. 5 kinderen was echt peanuts. Zou ik even iets mogen vragen tussendoor? Is er iemand in de zaal die aan het luisteren is naar wat ik aan het vertellen is? Wow. Ja, dat is wat platter. Dat is wat platter, maar dat is eigenlijk gewoon een fluitende zakje. Brugge, even nog vragen om een beetje te focussen op de inhoud van het verhaal. Anders is het van mijn broer heel moeilijk om dat over te krijgen. 7 kinderen. 5 kinderen. Wat toen absoluut niet veel was in die tijd. 5 kinderen. Ik probeer bij de essentie te houden, dames en heren, het leeftijdsverschil.
Nee. Sorry. 9 jaar verschil tussen nog een film en Tante Lies. Ja. Dat is belangrijk. Voilà, ik heb het nu maar gewoon gezegd. Voilà. 9 jaar verschil. Dus toen Onkel Phil 10 jaar oud was. Dus toen Onkel Phil 10 jaar oud was, was Tante Lies 1 jaar oud. Wie leerde Tante Lies lopen? Onkel Phil. Dat was eigenlijk het enige wat ik wou zeggen. Een paar jaar later kreeg ze haar eerste fietsje. Wie leerde naar de verloren rijden? Deze. Onkel Phil. Naar school brengen, Phil? Ja. Dat was eigenlijk uw job, dat was uw dagelijkse job. Tante Lies naar school brengen. Ja. En gaan halen. En gaan halen ook. S morgens naar school brengen en s'avonds gaan halen. Dan stond hij al te wachten in de schoolpoort. Toen kwam zij naar buiten getrippeld. Zo'n patatje nog maar. Maar met zo'n smile, omdat ze hem zag. Miske, ja, en dan hop, op mijn schouders. S'avonds aan tafel naast u zitten, hè? Ja. Altijd, hè? Altijd. Anders wou ze niet eten. Nee. Als ze niet naast hem mocht zitten, wou ze geen hap eten. Nee. Naar boven brengen, alles deden. Dat. Phil, alles deden. Alles. Tante Lies. Dat een trap opdragen en in bed liggen. Wat? Verhaaltje lezen. Verhaaltje lezen. Elke avond een ander verhaaltje lezen op de rand van het bed. Ja. Enfin, ik moet er geen tekening bij maken. Je ziet het beeldje waar liggen, dames en heren. Dat was ongelooflijk. Echt, dat was ongelooflijk. Nog een film, Tante Lies. Legendarisch. Dat is een zwaar woord, maar ik mag dat hier gebruiken. Er wordt nog altijd over geklapt. 4 handen op 1 buik. Ook een film, Tante Lies. Film? Jong gestorven. Ja. Maar echt jong. 20 jaar? Ja, 21. 21 jaar. En de manier waarop? Onkel Phil is verdronken, dames en heren, op het erf van de boerderij. Ja. In 3 centimeter water, in een plas water. Niet in de kleiputten, dat nog ergens logisch geweest. Nee. Echt, in een plas water, hè. Nu zitten allemaal te denken, dat kan toch niet in 3 centimeter water verdrinken. Je zit verkeerd te denken, dames en heren. Dat kan wel. Dat is zelfs niet zo heel moeilijk. Tegen wat je moet doen is op het carnavalbal in Essen 35 pint in je lijf gieten. Toch nog naar huis proberen te sukkelen, dat lukt wonderwel, maar op het erf heb je pech, want je struikelt over een riek. Je valt voorover met je gezicht in de plas water en je blijft liggen. Zo simpel is dat. En zo hebben ze u gevonden in Phil, 's ochtends, morsdood. Eindelijk. Een smerige rotzak. Verhaaltjes lezen op de rand van het bed. En zo'n vuil poten niet kunnen thuis houden. Mos dood, maar goed ook. Hè. Geen seconde te vroeg. Maar te laat voor Tante Lies. Veel te laat. Jaren te laat voor Tante Lies. En sindsdien is zij er altijd bij Onkel Phil. Als Tante Lies, ik zeg nu zomaar iets, dames en heren, als Tante Lies zit te breien, Onkel Phil zit ernaast. Tante Lies zit in bij haar eigen, ik ga wandelingen maken in het veld. Haar broer wandelt mee. Ze zitten tv te kijken in de zetel, s'avonds na het werk, George en Lies. Dan zit Onkel Phil bij in de zetel. Hij kijkt mee naar dezelfde quiz. Ten laatste 9 uur gaan ze slapen. George en Lies, dan loopt er meer een trap op Onkel Phil. Hij gaat mee in bed liggen. Inderdaad, in het midden van het bed gaat hem liggen. Tussen George en Lies ligt Onkel Phil altijd. Elke seconde, van elke minuut, van elk uur, van elke dag, van elke week, van elke maand, van elk jaar. Hij is er altijd bij. Nog nooit zo lekker gegeten, zegt Tante Lies. Mis, dat zegt ze altijd. Dat zegt ze elk jaar, dat maakt niet uit wie van ons twee gekookt heeft. Ze vindt altijd even lekker. Ja, altijd datzelfde zinnetje, nog nooit zo lekker gegeten. En Raf, ze eindigt dat zinnetje altijd met dezelfde 2 woordjes. Echt gemeend. Echt gemeend. Ondertussen zaten we aan de koffie. We hadden een stukje cake gegeten, gebakken door mijn broer. Lekker, want ik kan hem goed cake bakken. En je voelde dan alles dat zo stilletjes aan tijd werd om naar huis te gaan. Je voelde dat gewoon. George zat toch al een half uur te doen of hij niet in slaap aan het vallen was. Tante Lies leed haar hand op zijn hand. Of nog zal gaan om auto te rijden. Ja, goddomme.
zijn hoed op zijn jas aan. Zij ook haar hoedje op haar pelsken aan. Afscheid nemen van ons. Een half uur? Heel makkelijk. Ja. 1000 keer merci zeggen. En uiteindelijk zijn ze weg. Zoals aan het stuur, dan er is op de achterbank. Omdat ze anders het gevoel heeft dat onkel Phil de hele tijd in haar nek zit te ademen. En je zou zo willen dat je achter kon lopen. Achter die auto kon lopen en zeggen, kom tante Lies, kom, meekomen. En haar aan de keukentafel zitten met een groot stuk gazet. Dat ze het zou kunnen inpakken en naar de kleiputten zou kunnen lopen. Zeker 100 keer op de dag gedacht vanavond. Nou, wat zeg ik? 500 keer. Tante Lies. Tjie toch. Als een warm bad is de liefde. Als een warm bad. Als twee handen is de liefde. Als twee open handen is de liefde. Als twee open handen die dragen is de liefde. Als twee open handen die moeiteloos dragen. In het zweet, rechtop in bed, in mijn oren een kreet of beter de echo van een kreet, de echo van mijn eigen angstkreet. Ik kijk om me heen, geen flauw benul van waar ik ben. Niks, maar dan ook niks dat ik herken. Vreemde kamer, fout behang, onder de deur door het schijnsel van de nooduitgang. En dan begint het met de dagen, we zijn aan zee. Weekendje aan zee, alleen. Met z'n twee. Heerlijk, echt. Dank u wel, God van de liefde. Ik ben het oprecht, wat een geluk, wat een zegen. U bent weer eens in mijn hart ingestegen. Dank u wel voor haar, voor ons, na al die jaren. Gisteren bijvoorbeeld de hele dag gewandeld op het strand. En praten, eindeloos praten, hand in hand. Praten over alles, echt over alles. Haar werk, mijn werk. Gewoon nog eens tijd om echt te praten. En dan typisch wij, twee en ik kunnen laten beginnen filosoferen. Filosoferen over de wereld, het leed. De miserie van vandaag, de niet te stoppen plaag. Van geweld en extremisme, religieus fanatisme. Hoe mensen wanhopig zijn, haver en goed. Hun eigen familie, hun eigen bloed achterlaten. Hun leven op het spel zetten om toch maar verder te raken. Enfin. Om lang vooral kort te maken met zo'n gedachte in het bed ingekropen. Niet moeilijk zeg, dat ik een paar uur later in het holst van de nacht totdat hij gedacht. Badend in het zweet, rechtop in bed. Het enige wat ik deed was schreeuwen, die kreet. U weet wel, die angst kreet. Zegt ze. Je hebt gedroomd. Ik zeg, oh mijn God. Wat ik zag in mijn droom.
Een beul, zag ik, een met doorgeloze beul met een mes in zijn hand. Shh. Ze streelt mijn haar, stil nu maar. En ik voor die beul, zeg ik, vlak voor die beul op mijn knieën in het zand. Geblinddoekt, gebroken, bloedend, geslagen. En bang, zo verschrikkelijk bang, niet te beschrijven. Laat het los, zegt ze. Laat het los. Het heeft geen zin daar de hele nacht mee bezig te blijven. Kom bij mij. Kom hier. Ik ken een heel fijne manier om die spoken in je hoofd te verdrijven. Ik zeg, pardon? Is dit echt wat ik denk dat het is? Ze zegt, zijn maar zeker. Waarom, wat is er mis? Ik zeg, wat is er mis? Vind ik ongepast? Bijna gestoord vind ik dat. Sorry, maar ik kan er nu echt niet aan denken om gewoon even van beeld te gaan, terwijl overal ter wereld mensen elkaar de kop inslaan. Ze zegt, kom op, schat. Ik zeg, nee, echt niet. Ze zegt, maar je moet toch... Ik zeg, nee, nee, nog eens nee. Ze zegt, oké. Slaap wel. Ik zeg, nee, zeg ze, nee, je hebt gelijk. Je hebt 100% gelijk, we kunnen nu echt niet van beeld gaan, terwijl overal ter wereld mensen elkaar de kop inslaan. Ik zeg, joh, nee. Zolang elke oorlog, elk conflict in de wereld niet is opgelost... Bedankt. Ik leg het nog één keer uit. Dames en heren, nog één keer. Het gaat goed. Kunnen we daar toch maar van uitgaan? Het gaat goed. Het gaat zelfs beter en beter. Het gaat zo goed dat je op een punt komt. En geloof mij, op een bepaald moment in je leven komt het allemaal op datzelfde punt. Je komt op een punt dat je bij je eigen denkt, mij kan eigenlijk niks meer overkomen. Op het moment dat je dat denkt, op de deur. Klein manneke. Nee. Echt een klein manneke, maar echt een belachelijk klein lilliputterig manneke. Maar met zo'n hamer. Uw eigen oprapen van de grond. Het stof van uw kleren kloppen en opnieuw beginnen. Tot weer goed gaat. En beter komt weer op datzelfde punt dat je bij uw eigen ding. Mij kan niks overkomen. Klein manneke, zo'n hamer. Dat is het leven. Dat is het leven. Dat leven is. Je ziet hem. In de rest van België is dat leven, dames en heren. Echt waar. In de rest van België is dat. In de rest van België weet iedereen dat dat iedereen. Kleinste kind weet dat dat leven is. Ja. Iedereen weet dat, behalve hij. Ik niet. We zouden beter in Brugge gaan wonen. Ja, ik was juist tegen. Wat het verschil is, dames en heren, ik weet het nu. Vertel wel. Het concreet. Ik ga vertellen. Sinds een half jaar weet ik het wel. Een half jaar geleden gebeurt er eigenlijk iets banaals eigenlijk. Ik zit op een restaurant. Alweer. Ja, inderdaad, alweer. Als je ondertussen zit en denken, amai, die mannen van Comilfo zitten blijkbaar altijd op restaurant. Dat klopt. Dat klopt wel, ja. Maar ik vraag de rekening, meer niet. Dus garçon, de rekening alsjeblieft, die man komt, legt de rekening op mijn tafel. Het is 46 euro, weet ik nog. Dus ik wil mijn geld nemen, maar hij is sneller. Hij neemt een briefje van 50 uit zijn zak, legt dan op mijn tafel en zegt, laat de rest maar zitten, meneer. Dus ik...
Ik sta recht, ik doe mijn jas aan. Hij roept nog, meneer. Merciekes, tot volgende keer. Ik loop naar de deur. De portier pakt een stuk van 2 euro, steekt dat in mijn borstzakje en wenst mij verder nog een klote avond. Ik stap naar buiten, ik spring in een taxi. Die man begint te rijden. Stoplicht springt op groen. Taxi stopt, springt op rood. Taxi rijdt verder. Ik kom thuis, ik steek mijn sleutel uit het slot. De deur zwaait dicht. Het licht vloept uit. Ik loop naar boven, de trap af. Ik schud mijn vrouw in slaap en ik zeg, schat, het is verschrikkelijk. Alles is omgekeerd. En zij zegt, sst, er is maar één ding onbelangrijk. Ik heb altijd van u gehouden. Maand of 6, 7 terug. Ik denk dat ik met mijn hand op mijn hart mag zeggen dat ik alles geprobeerd heb. Absoluut, absoluut. Broer, hoeveel dagen hebben we daarover gebabbeld? Och man. Gepraat en proberen te weten te komen hoe dat het zover is kunnen komen. Hij had dat niet zien aankomen of niks. Dames en heren, dat was als een oude hamer op zijn hoofd. Was dat. Wat? Niet. Nachtenlang en gebabbeld. Ja, vooral nachten gebabbeld. Ja, nachten speciaal samen nachtenlang in de kroeg gaan zitten om toch maar op het gemak te kunnen babbelen met elkaar. Ja. Alleen maar babbelen. Wandelen en broer? Veel gewandeld. Ja. Wandelen, vroeger zijn we ooit één keer gaan wandelen. Nu wel. Speciaal om te kunnen babbelen. Naar Oostende gereden om een strandwandeling te maken. Ja, om te babbelen. Niet anders dan babbelen. Heel, die hebben de zee niet gezien. Nu het. Babbelen. Door de Venen gaan wandelen. Ja, de Dardenne. Ja, babbelen. Allemaal babbelen. Citytrips gemaakt samen. Barcelona, 5 dagen Barcelona. Barcelona hebben we niet gezien, we hebben gebabbeld. Babbelen. We zijn zelfs... Mag je dat zeggen of niet? Natuurlijk. Ja. Samen naar de hoeren geweest. Naar de Efteling. Samen naar de Efteling geweest, omdat ik dacht... Dat Efteling was voor hem 40 jaar geleden heel belangrijk. Dat was heel belangrijk in uw leven. Ja. Ik dacht dat dat misschien iets los zou kunnen maken. Dus samen naar de Efteling. Ken de hollebolle Gijs? Ja, allemaal of niet? Ja, dat wel. Daar verschiet ik altijd van. Ik dacht dat dat meer een cultfiguur was. Ja, dat is bekend. Hè? Ja. Hollebolle Gijs, ik zou er van alles over kunnen vertellen, maar ik ga het simpel houden. Hollebolle Gijs was zijn jongensidool. Ja, jongensidool. Als een poster boven uw bed hangt van Hollebolle Gijs. Ja, dat wel. Snap dat ik hem naar de Efteling wou meenemen, dames en heren? Begrijpt u waarom? Ik dacht dat dat iets... Dus we lopen, twee venten van 50 in de Efteling eigenlijk. En dat was tof. We moeten er niet flauw over doen, dat was eigenlijk super tof. Dat was tof, op een bepaald moment staan we voor zijn grote idool. Ik denk niet dat we 2 meter van de Hollebolle Gijs vandaan stonden. We konden hem bijna aanraken, dames en heren. Ik pak, speciaal meegenomen, een papiertje uit mijn zak. Hollebolle Gijs die zegt... Ik geef dat papiertje en Hollebolle Gijs zegt merci. Ik kijk naar hem. Ik kan dat niet... Ik denk niet dat ik kan beschrijven wat ik zag. De kilte. De ijskoude kilte in die ogen. Je kunt het niet geloven. Het deed hem niks. Heel die Hollebolle Gijs... Niks meer zo koud als koud pap. Ja, echt. Pap. Ik zal eerlijk zijn, toen dacht ik even... moment dat ik dat dacht, wist ik het. Wat ik moest doen, zo gaat dat. Hè. Ik wist het. Ik, een week later ondertussen, denk ik, het was op een maandag, het was aan het regenen, rijd ik naar zijn huis. Ik zeg, broer, stap in. Een uur later parkeer ik op het erf. De boerderij was vervallen. Meer vervallen dan wij gedacht hadden. Maar ja, zo zijn list wonen natuurlijk al jaren niet meer. We staan daar op dat erf naast mijn auto en ik doe op dat moment of ik moet een dringend telefoontje doen. Ik zie hem daar zo wat staan drentelen op dat erf. En dan zie ik hem toch vertrekken. Over het zandwegenske. Voorbij het oude dennenboske.
over de pinnekesdraad. Naar de kleiputte. Trek je schoenen aan. Jongen, alsjeblieft. Trek je schoenen aan. Hoezo, je bent moe. Je moet nu echt naar buiten toe. Kijk eens naar de wereld die daar wacht. Trek je schoenen aan. Loop gewoon wat over straat. Maar trek je schoenen aan. Maak niet uit hoe de vaart. Of ga de kroeg in bestellen een glas. Of ga voor mijn part liggen lang uit op je rug in het gras. Kijk eens naar de wereld die daar wacht. Trek je schoenen aan. Je kan janken wat je wil, maar trek je schoenen aan. Janken maakt geen verschil. Sta op en draai een plaat. Maai het gras, neem een bad, lees een boek. Komt dus door zijn biefstuk op een halve kilo braadworst bij de slager van de hoek. Maar jongen, trek je schoenen aan. Waar is die vent naartoe? Die vent die met zijn ogen toe het leven nam zoals het stomweg voor zijn voeten kwam. Die rigoureus elke muur sloopte met een welgemikte stoot. Uitzinnige wachten op de dood. Die vent die scheid had aan dit klein en bang bestaan. Want ze komt niet terug. Hoor je wat ik zeg? Ze komt niet terug. Nog één geen duizend jaar. Je mag nog op je hoofd gaan staan, op je blote knieën kruipen, dan Compostela gaan. Dan draag je het lijden van de hele fucking wereld op je rug. Jongens, je komt niet terug. Waar is die vent naartoe? Die vent die met zijn ogen toe het leven nam zoals het stond weer voor zijn voeten kwam. Die rigoureus elke muur sloopte met een welgemikte stoot. Uitzinnige lachten op de dood. Die vent die scheid had aan dit klein en bang bestaan. Kom eens hier staan bij het raam. Je kan het pad zien in het schijnsel van de maan. Trek je schoenen aan. Er waren eens twee wolven en één schaap. In een bos. Op een open plek in een bos. Ja, op een bankje. Ja, op dat bankje, twee wolven, daartussenin één schaap. Zegt de ene wolf tegen de andere wolf, zeg hoe laat is het? Kwart na kakken, laat die broek allemaal zakken. Nee, is niet waar. Het is stilletjes aan tijd, dat zegt een andere wolf. Dat dacht ik al, zegt de ene wolf, ik krijg een klein hongertje. Wat deden we vanavond? Ik
Ik heb misschien wel een idee, zegt die ene wolf. Ik denk dat ik perfect weet wat jij bedoelt, zegt een andere wolf. Oh, wow, 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 wow. Zegt dat schaap. Wow, 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 wow. Jongens, 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 jongens. Niet zo snel. Volgens mij leven we nog altijd in een democratie. En jullie kunnen dat niet zomaar met z'n tweetjes beslissen. Ik heb misschien wel een idee, zegt die ene wolf. Laten we stemmen. Voilà, zegt dat schaap. Voilà. Dat bedoel ik. Nee, dat bedoel ik niet, zegt dat schaap. Nee, dat bedoel ik zeker niet. Twee wolven en één schaap, stemmen. Dan weet ik al op voorhand wat de uitslag zal zijn, dat is niet eerlijk. Nee, dat is waar, zeggen die wolven, dat is niet eerlijk, maar wel democratisch. Mag ik nog één ding zeggen, zegt dat schaap, voordat je mij de strot overbijt? Natuurlijk, zeggen die wolven. Op zich, beste wolven, is dat een strak plan. Als je mij opeet, heb je allebei een half schaap. Ja. Maar, vrijblijvend voorstel, als één van jullie twee eerst de ander opeet, heeft hij als avondeten een hele wolf en als dessert. Een schaap. Een schaap. Dat is interessant, zie je. Dat is interessant. Ja, dat is interessant. Dat is interessant. Wolf, nu is de vraag, wie van jullie twee is er bereid een ander op te eten? Nee, zegt dat schaap. Zo gaan we niet geraken. Ik leg het nog eens uit. Heren Wolf, dus wie van u beiden is er dus bereid om, om totaal gewetensloos, en alleen maar om alles voor zijn eigen te hebben, dus bereid om zijn beste makker de strot over te bijten? Nee, zegt dat schaap, nee. Ik vrees dat er uiteindelijk op zal neerkomen dat de snelste wolf... Ham! Njami, njami, zegt de enige overgebleven wolf. Dat was best lekker. Nu nog mijn dessert. Oh, wow, 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 zegt dat schaap. Eerst stemmen. Daar komen we nooit uit, zegt de enige overgebleven wolf. Nee, zegt dat schaap, daar komen we nooit uit. En dat is nu juist zo fantastisch aan democratie. Dat de zwakkeren in de maatschappij beschermd worden. Leve de democratie, zegt dat schaap. Krijg daar maar eens een spel tussen, zegt de enige overgebleven wolf. Volgens mij klopt dat als een bus. Leve de democratie. Ham! Njami, njami. Hij leunt achterover. Schenkt zijn glas nog eens vol. Drinkt dat glas duur een Bordeaux in één teug leeg. Roept de garçon, vraagt de rekening, trekt met zijn behaarde klauw twee flappen van 50 uit zijn portefeuille, gooit dat geld op tafel, roept voor het hele restaurant. Laat de rest maar zitten. Loopt naar buiten, stapt in zijn Mercedes cabrio. Scheurt weg, 160 per uur, onder een volle maan. Mama. Papa!
kaka. Kaka en pipi. Boterham en kaka en pipi. Dank u, Sinterklaas. Jongens, mag ik eens trekken? Jongens, laat mij ook eens trekken. Toe, kom, geef eens door. Kom, doorgeven. Laat mij ook eens trekken. Kom. Lekker. Voor mij een pakje... Voor mij een pakje condooms, alstublieft. Oh, schatje, dat is echt... dat is echt de eerste keer dat ik dat voel in heel mijn leven. Jij en ik, dat is... Man, dat is voor altijd. Dat weet ik 100% zeker, dat is voor altijd. Kutwijf. Klotenwijf, godverdomme, maak dat je buiten bent. Buiten, zeg ik. Buiten! Niet weggaan, alstublieft. Niet weggaan. Alstublieft, niet weggaan. Ik kan niet alleen! Ja, een motto, ja. Ja, effectief, een motto. Ja. Ja, een motto. Waarom zou ik op mijn leeftijd geen motto meer mogen kopen? Beste collega's, vrienden, ik ben niet de man van de grote woorden, zoals u allemaal goed genoeg weet, dus ik houd het kort. Merci. Merci voor al die jaren. Fantastisch samenwerken. Ongelooflijk bedankt. Dit is de eerste dag van de rest van mijn leven. Wat blieft, dokter? Wat blieft? Hoeveel maanden? Wie? Dokter, maar nee, dat kan niet. Dan moet een vergissing. Dokter, alsjeblieft, dat zou nogal. Vier maanden, dat moet echt. Vier maanden. Mama! Aan de man die 's ochtends opstaat, bij wie het lijven als een natte dweil keihard in zijn gezicht slaat. Die met de moeder wanhoopt, zijn koffie drinkt, zijn krant leest, zijn dikke hond uitlaat. Aan de vrouw op de fiets met het kind, man moet toch vechten tegen de regen en de stugge wind. Dus zich afvraagt wanneer dat lang verwachte droomleven nu eindelijk begint. Aan de buschauffeur. Aan de bakker op de hoek en zijn Thaise vrouw. Die zo mooi lacht en honderduit praat. Maar waarvan je met de beste wil ter wereld geen woord verstaat. Aan de mannen achter de vuilniskar. Aan de jongens op de tram.
aan de kerel op het dak met zijn thermos en zijn boterham. Aan die man, die moedige man, die man die weigerde te haten, ook al werd hem het grootste onrecht van de wereld aangedaan. Aan die dichter die moest zwijgen, die moest kruipen, maar die in zijn eigen hoofd stevast pal rechtop bleef staan. Aan elke godvergeten zaadplap in elke godvergeten kroeg die meebrult met het refrein. Aan de minister en zijn nachtrust, aan de boer met kiespijn, aan de mensen in de zaal, stuk voor stuk, allemaal, kom hier. Kom hier dat ik je aan mijn borst druk, kom aan mijn hart, dat ik mijn hand haal door uw haar, dat ik u kan vragen of je iets wil drinken, koffie misschien, eventueel een glas wijn. En dat jij dan kunt zeggen dat je liever alleen wil zijn. Dat is ook goed. Maar misschien heb je wel zin om te praten. Om te vertellen wat er op je hart ligt, op je schouders drukt. Elke twijfel, elke gemiste kans, elke niet gestelde vraag. Wat je in de loop van je leven allemaal hebt geloofd. En beloofd. En waar je nu misschien spijt van hebt. Elke overwinning. Elke nederlaag. Kom hier. Kom hier dat ik u draag. Kom hier. Kom. Dat ik u draag. Aan dat magere meisje, aan de jongen op de brug, aan de oude vrouw met haar tas en aan de kaarsrechte rug, aan mijn buurvrouw en haar ongeneeslijk onvermogen om simpelweg content te zijn. Aan het pasgeboren kind dat eigenlijk alles al weet, aan Marcel die er nooit heeft bijgehoorde, gewoon omdat hij veel te veel zijn best deed. Aan Marie, aan Lisa, aan André, aan jou, aan jou. Kom hier dat ik aan mijn borst druk, kom aan mijn hart dat ik mijn hand haal door je haar. Dat ik u kan vragen of je iets wil drinken, koffie misschien, eventueel een glas wijn. En dat jij dan kunt zeggen dat je liever alleen wil zijn. Maar dat is even goed. Of dat jij aan mij vraagt of ik iets wil drinken. Want misschien heb ik wel zin om te praten. Om te vertellen wat er op mijn hart ligt, op mijn schouders drukt. Elke twijfel, elke gemiste kans, elke niet gestelde vraag. Wat ik in de loop van mijn leven allemaal heb geloofd, man. En beloofd en waar ik nu zo'n spijt van heb. Elke overwinning, elke nederlaag. Kom hier, zegt gij.